Beste inwoners en ondernemers van Apeldoorn. Voor zover het nog niet duidelijk was, en gisteren nogmaals aangescherpt, iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven. Dat is de enige manier om het coronavirus in te dammen. Wie echt naar buiten moet, doet dat bij voorkeur alleen en op minstens anderhalve meter afstand van andere mensen. Wat de aangescherpte regels zijn, kun je lezen op de website van de Rijksoverheid. En natuurlijk ook op apeldoorn.nl. Ik begrijp heel goed dat er ook nog vragen zijn over hoe een en ander nu precies uitpakt. Die gaan we natuurlijk ook zo goed mogelijk beantwoorden. Wat ik hier echt wil benadrukken: de fase van een eigen invulling geven aan alle voorschriften is nu echt definitief voorbij. Niemand kan nu nog denken dat dit niet over hem of haar gaat. De strenge regels die sinds gisteren gelden, gelden echt voor iedereen. Ook voor u ook voor jou. En waar tot nu toe mensen werden aangesproken als ze er zich niet aan hielden, kunnen er nu ook boetes komen. En dat is natuurlijk heel raar om mensen een boete te moeten geven alleen omdat ze bij elkaar willen zijn, dicht bij elkaar. Maar het kan nu echt even niet anders. Ik hoop dan ook heel erg dat dat niet nodig is. Ik heb daarop goede hoop, want tot nu toe houdt de overgrote meerderheid van de Apeldoornse bevolking en u dus ook zich heel goed aan alle maatregelen. Maar laat ik helder zijn. Als blijkt dat ergens de regels worden overtreden, gaan we vanaf nu optreden. Met maar één doel: het beschermen van onze ouderen en kwetsbaren en het overeind houden van ons zorgsysteem. Voor iedereen, zodat we hier met elkaar goed doorheen komen. Apeldornus, ik reken opnieuw op u. Dank jullie wel.